Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we oefeningen maken op logaritme. En dan gaan we volgende keer beginnen met het stuk over logaritmische functies. Ja. Dus vandaag is het alleen maar oefeningen. Ik heb hier de lijst van oefeningen die we gaan doen. Dat is dezelfde lijst als gisteren voor het stuk. Alleen oefening 74 gaan we ook nog 3 en 4 als extra oefening doen. Dus die eerste, oefening 74. En dan gaan we 75 en zo verder. Ja. Dus... dat is eigenlijk vooral 74, toch eens herhalingen. Dus dat zou moeten lukken om dat zelf eens te proberen. Dus ik ga even de opgave laten zien. Voilà, 74. De 3 en de 4 berekenen zonder rekentus. Dus gisteren hebben we hier van de 5 en de 6 gedaan. Als je het even niet weet, kun je die als inspiratie ook nog gebruiken. Maar het zou normaal gezien moeten lukken, hè. Het is een beetje van alle soorten oefeningen. Bij 75 moet je iets anders weer doen. En je moet altijd goed lezen wat je moet doen en eens proberen. Dus alle oefeningen hebben te maken met de definitie van logaritme. Die eigenschapjes die we hebben gezien. Gelijk bijvoorbeeld a log a tot de x is x, van die dingen. En de rekenregels. Ja? Er zijn 4 rekenregels. Logaritme van product, logaritme van de som, de verandering van grondtal, en er is ook nog de machtregelen. Dat zijn de 4 regels. Oké, probeer maar eens. En als je vragen hebt, zeker stellen, ik ben hier om te antwoorden. En zo we geleidelijk aan tijdens deze les gaan we deze oefeningen verbeteren. Hè. Dan zou je na vandaag zeker goed moeten kunnen rekenen met logaritmen.
74 is, zoals we gisteren een oefening hebben gedaan, filmpje 5 en 6. Bereken zonder rekentoestel, dus we gaan daar één logaritme van maken en die kunnen we dan normaal gezien zonder rekentoestel doen. Dus hier zie je 2 log 25 plus 2 log 12. Daar kun je van maken de 2 log van 25 maal 12, hè, dat is de productregel. De som van twee logaritmen kunt u schrijven als logaritme van product. Ja, dus 2 log 25 maal 12. En dan staat hier nog een min 2 log 75. Wel, als je twee logaritmen aftrekt, kun je dat ook schrijven als logaritme van het quotient. Dus je kunt hier de productregel en de quotientregel beide toepassen. Je kunt dat apart doen, maar je kunt dat ook gewoon, zoals ik alles voorgedaan heb gisteren en de les daarvoor, in één keer doen. Dus je kunt er meteen 1 en 2 log van maken. De 25 maal 12 komt in de teller en de gedeelte, ja, de 75 komt in de noemer, omdat we hier een minteken hebben bij deze logaritme. Ja. Dus, dat ziet er zo uit. De 2 log van 25 maal 12 gedeeld door 75. Je kunt hier haakjes zetten als je dat duidelijker vindt, hè, rond die breuk. 25 en 75 wordt 1 derde, ja, maal 12 is het de 2 log van 4. Tot welke macht moeten we 2 verheffen om 4 uit te komen? Dat is 2. Dus het antwoord is 2. Nummer 4 is ongeveer hetzelfde. Dat zijn 6 log, 6 log, 6 log. Alleen zit hier nog een 3 bij. Ja? Dus die rekenregel, de som van logaritme en het verschil van logaritme, kun je schrijven als logaritme van product en quotient. Als het dus allemaal dezelfde logaritme is, dat is hier zo, allemaal 6 log. En als er dus geen getallen voor staan. Die 3 maal mag hier niet staan. Dus als je dat tegenkomt, opnieuw, net zoals gisteren, hè. Eerst de machtregel om die 3 eigenlijk naar binnen de logaritme te brengen als exponent van de 2. Dus dit wordt 6 log 2 tot de derde. Ja, en dan kun je weer hetzelfde doen. Maak er 1 en 6 log van. De 15 en de maal 2 tot de derde komt in de teller. En dit heeft een minteken, dus bedelen door 20. Dat is het, meer moet je niet doen. Zo krijg je de 6 log van 15 maal 2 tot 30 gedeeld door 20, is de 6 log van 6. Dat is gewoon 1. We nu oefening 75 1 maken, daarna 76. Dus 75 is een vrij korte oefening. Je moet daar 500 als een macht van 10 schrijven. We hebben dat gisteren gezien in een oefening. En we hebben ook al zo'n eigenschap gezien. Waarmee het mogelijk is om eender welk getal te schrijven als een willekeurige logaritme. Dat zijn we gisteren tegengekomen. Maar je kunt een andere eigenschap gebruiken. Je moet maar eens heel naar het begin gaan kijken over logaritme. Begin van 5.3. Een andere van die eigenschappen, van de gevolgen van de definitie eigenlijk.
waarmee je eigenlijk eender welk getal, in dit geval is dat 500, kunt schrijven als een macht van een gekozen getal. Dat is de 10 hier. Hè. Dus ik moet de 500 schrijven als 10 tot de... Dat moeten we zoeken. En die exponent die zal waarschijnlijk ja, niet mooi uitkomen. Dat zal dan ook een comma-getal worden als we dat gaan uitrekenen. Ja, dus dat moeten we bij 75 doen. En dan 76 is meer keuzevraag. En dat gaat ook over de rekenregels een beetje. Ja. En ook over de definitie van logaritme. Denk daar maar even over na, dan gaan we die binnen een paar minuten eens verbeteren.
Dus op pagina 185, daar staat zo'n beetje de basis van de logaritme, de definitie staat hier, wat voorbeelden. Dat hebben we gezien. En dan heb je hier twee eigenschappen die heel belangrijk zijn. De a-log van a tot de macht x is x en de a tot de macht a-log x is ook x. Dus dat kunnen we eigenlijk gaan gebruiken. Gisteren hebben we de eerste formule gebruikt om een getal te schrijven als een logaritme. Nu willen we een getal x schrijven als een macht van een gekozen grondtal a. Ja? Dus bij onze oefening die we nu aan het maken zijn, oefening 75, daar is de x 500. Dan willen we schrijven als een macht van 10. Dus kunnen we dat gewoon gebruiken als 500 is 10 tot de 10 log 500. Ja, dus dat is een truc om dit te gebruiken. Even kijken naar de oefening dan. Ja. Dus 500 als macht van 10 schrijven, dat is gewoon 500 is gelijk aan 10 tot de macht 10 log 500. We mogen dus schrijven als log 500, hè? Dat is een Brechtse logaritme. En die exponent log 500, die moeten we dan benaderen met ons rekentoestel. Je kunt dat uitrekenen op drie cijfers na de komma. Dat is dan ongeveer 10 tot de macht 2,699. De tweede is volledig analoog. Hè. Daar moet je 7 als een macht van 10 schrijven. Ja, dan is dat 10 tot de macht 10 log 7. Hè. De 10 macht en de 10 log heffen elkaar op. En dan kom je 10 tot de macht 0,845 uit. Dus je kunt eender welk getal schrijven als macht van een ander getal door logaritme te gebruiken in de exponent. Dat is de conclusie na deze oefening. En als je al klaar bent met 76, kun je 77 bekijken. Daarvan maken we 1, 3, 4, 7 en 8.
de logaritme van 0,0001. Dat is dus een 10 log die we aan het zoeken zijn. We moeten dus eigenlijk zoeken tot welke macht moeten we 10 verheffen om dit uit te komen. We moeten eens goed kijken, dit is 1 gedeeld door... zelf even kijken, 1 gedeeld door 100.000. Ja. Dit is eigenlijk 10 tot de macht min 5. Dus het antwoord is d min 5. Tweede dan, 4 log x verdubbelt als men ofwel x verdubbelt, ofwel x kwadrateert, ofwel x halveert, ofwel x verviervoudigt. Wat ga je dat eens moeten proberen? Hè? Ja, verdubbelen, dan vervangt je x door 2x. Hè? Berekent je de 4 log van 2x, dan kijk je wat je uitkomt. Ja? De 4 log van x kwadraat, hè? De 4 log van x gedeeld door 2, en de 4 log van 4x. En een van die vier opties gaat een uitkomst geven die dubbel zo groot is als 4 log x zelf. Ja. En bij de derde, welke uitdrukking verandert niet van waarde wanneer je x alle strikt positieve getallen laat aannemen? Dus dat wil eigenlijk zeggen, die uitdrukking hangt niet af van x. Ondanks dat er x in staat, maar je kunt dat vereenvoudigen. Zodanig dat het niet meer afhangt van de x. Welke van de vier is dat? We zullen eerst 2 eens doen. Hè. Als je de 4 log van 2x pakt, dan zeg ik dan de 4 log van een product. Dan wordt de 4 log van 2 plus de 4 log van x. En dan gaat niet mooi het dubbel uitkomen van 4 log x. Dus dan gaat het, a gaat het dan niet zijn. B, de 4 log van x kwadraat. Kunnen we dat anders schrijven? Ja, dat is met de machtregel. Die 2, die in de exponent ontstaat, die kan naar voren. Ja. 4 log van x kwadraat is hetzelfde als 2 keer 4 log x. Dus dat wil zeggen, als we x kwadrateren, dat inderdaad de uitkomst dubbel zo groot is als 4 log x. Dus als x kwadrateert, dan verdubbelt dit. Dus antwoord B is correct. Ja. C en D werken niet, ook niet. Toepassing van de machtregel. Een van deze vier uitdrukkingen verandert niet naarmate als x verandert. Ja, we kunnen eens kijken of we die dingen anders kunnen gaan uitschrijven. Hè. Dus logaritme van 5x plus logaritme van x is de som van twee logaritmen. We weten dat we dat kunnen schrijven als één logaritme van het product. Ja. Dus dit is eigenlijk de logaritme van 5x². Het hangt wel degelijk af van x. Hè. Dus a zal het niet zijn. Ik ga even B overslaan, maar C, ja, log 5x maal log x, daar kun je eigenlijk niks mee doen. Daar hebben we geen rekenregel voor gezien. Dus daar kun je al zo niks mee doen. En dan D, ook niet echt, hè. Zal B moeten zijn, opnieuw.
log van 5x met log van x, het verschil van twee logaritmen, kunt je schrijven als de logaritme van een quotient. Dus dat wordt eigenlijk log 5x gedeeld door x. Je weet dat x altijd groter is dan 0. Hè? Dat hebben we gezien. Het argument van een logaritme is groter dan 0. Dus je kunt die x'en in die breuk wegschrappen. Dus 5x gedeeld door x is gewoon 5. Dus die uitkomst van dit is altijd log 5. Ongeacht wat x is. Alle strikt positieve getallen. Ja. Altijd log 5, dus hangt niet af van x. Dus antwoord B is correct. Toepassing van de quotientregel voor logaritmen. Gaan we nu oefening 77 maken. 1, 3, 4, 7 en 8. Wie daarmee klaar is, mag al 79 of eventueel al 82 proberen. 1, 2, 4 en 5.
77 zijn logaritmes berekenen met de definitie voornamelijk, soms ook met de rekenregel gebruiken. Gaan eens kijken. Hè. De eerste gingen we doen. Want een truc die je altijd kunt gebruiken om logaritmen makkelijk te berekenen is om het grondtal van de logaritmen in ieder argument te schrijven als macht van hetzelfde grondtal. Dus dit is 5 en als we dit als een macht van 5 schrijven, kunnen we het oplossen. Hè. Dus de 5 log van, ja, 125 is eigenlijk 5 tot de derde, maar die vierkantswortel is nog een keer een 1 tweede macht. Dus eigenlijk staat hier de 5 log van 5 tot de 3 tweede. Dus het antwoord is 3 tweede. Drie en vier van die oefening. De 125 log van 5 tot de 33ste. We passen dezelfde truc toe. Hij schrijft zowel het grondtal van de logaritme als het argument als een macht van eenzelfde grondtal. Hier ziet je een macht van 5 staan. Dit is ook een macht van 5, namelijk 5 tot de derde. Zij doen dat een beetje anders hier, maar ja, zij doen het omgekeerd. Ze schrijven het allebei als een macht van 125. Dat gaat ook. Ja. Ik zal het eerst uitleggen voor een macht van 5. Dus dit is 5 tot de derde log van 5 tot de 33ste. Als je dan allebei een macht van 5 hebt, dan moet je telkens deze exponent delen door, ja, de andere. Dus dat wil zeggen 33 gedeeld door 3, dat is 11. Ja. Want je hebt 5 tot de derde. Tot welke macht moet ik dat doen om 5 tot de 33 uit te komen? Ja, tot de 11e. Ja, 33 gedeeld door 3. Dat is één manier, maar je kunt ook, ja, dit als macht van 125 schrijven. Hè. Maar dat vind ik een beetje ingewikkelder. Dan moet je die 33 zien als tot de derde tot de 11e. En dan is dit je 125. En dan komt je ook 11 uit. Het is gemakkelijker om naar kleinere machten te gaan dan naar grotere. Maar oké, okay. Het gaat allebei. Tot welke macht moeten we 2 derde verheffen om 81 zestiende uit te komen? Wel, 81 zestiende is eigenlijk de vierde macht van 3 tweede. Als we nu de breuk omkeren, dan zijn we er bijna. Hè? Het is de min vierde macht van 2 derde. Tot welke macht moet ik 2 derde doen om dit uit te komen? Ja, min 4. Ja, dus je moet altijd een beetje het verband zoeken tussen het grondtal hier en het argument. En je ziet duidelijk dat dat een vierde macht is, maar dan omgekeerd. Omgekeerde breuk. Dan gaan we nog nummerke 7 en nummerke 8 van deze oefening verbeteren. En dan mogen jullie tegen volgende les de overige oefeningen afmaken hier. Dus dat wil zeggen 79 en 82, 1, 2, 4 en 5. Dus maak die tegen de volgende keer. Kijk of dat lukt. 82 is wel een beetje een andere, dus zal het even proberen. Maar dat is met behulp van de definitie van logaritmen ook. Dus dat zou moeten lukken. Ja, dus die twee oefeningen, 79 en dan 82. En die gaan we volgende keer verbeterd. Dat is morgen namiddag, het laatste uur. Goed, de laatste twee voor vandaag dan. Eerst nummer 7 van oefening 77. De
De 5 log van 3 plus de 1 vijfde log van 3. Je zou zeggen, ik gebruik de productregel. Ik zal deze som van logaritmen schrijven als 1 logaritme van het product. Maar dat gaat dus niet, want je hebt twee verschillende grondtallen. 5 en 1 vijfde. Wel, als je verschillende grondtallen hebt, dan moet je ervoor zorgen dat je dat niet meer hebt. Dus dat je alle grondtallen gelijk maakt. En dat doe je met die rekenregel verandering van grondtal. Dus er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je zou kunnen zeggen, ik maak hier een 5-log van. Dat was misschien iets handiger geweest. Maar je kunt ook alles naar 10-log omzetten. Dat mag ook altijd. Hè. Dat hebben ze hier gedaan. Dus 5-log 3 is log 3 over log 5. En dit is log 3 over log 1 vijfde. 5 tot de min 1. Zullen we graag dit een beetje vereenvoudigen. Hè? Nu, log van 5 tot de min 1, dat is eigenlijk hetzelfde als min 1 keer log 5. Die min 1 mag weer buiten. Dan heb je dit. En een min in de noemer is eigenlijk hetzelfde als je in de teller zou schrijven, dat weet je. Dus eigenlijk staat hier log 3 op log 5, min log 3 op log 5. Dus eigenlijk is dat 0. Weer een probleem met dat. Ah, oké. Voilà. Maar er zijn dus verschillende manieren om dit te doen. Je kunt in tweede logaritme, die 1 vijfde log 3, je kunt dit ook als een 5 log 3 schrijven. Gedeeld door 5 log 1 vijfde. En dan kom je het ook uit. Dan komt je ook aan die min 1 in de noemer. Dan zal je ook 0 uitkomen. Ja, dus dan kun je een beetje kiezen. Maar je moet sowieso de rekenregel van verandering van grondtal gebruiken. Oké, ik zie dat het tijd is. Dan gaan we volgende keer verder. Ja, dus maak die oefeningen tegen volgende keer. Morgen namiddag en dan hoor ik jullie opnieuw. Oké, tot dan.